dit beursplein zijn. De beurs, ja. Ziet er oud uit, 1628. Het zal wel veel gehandeld zijn. De kaasmatten. Naar zee gericht. De kaasmatten. Het is wel lekker koel hier zo. Tijd van Karel de Vijfde. Ja, zal hier wel flink gevochten zijn. Uitzicht op het water, daar vandaan de boten aan zien komen. Behoorlijk verstevigd, de vesting. Hier is dan Adriaan Michielszoon de Ruiter, de man die de zeeën bevoer. En die liggen allemaal aan zijn voeten. Beursplein. Die de zon, de klok die de zonnetijd aangeeft, 5:05. Ja, het is toch echt nu 4:10. Nou, een mooi 17e eeuw straatje. Prachtige huizen. Zekere ouderdom. Ja, dat is een knaap van een pand. Kijk eens hoe hoog. 3 etages erbovenop. Nou, dat betekent een hoop klimwerk, ook in die tijd. Dicht tot de kerk. Dat is wel maar bij de Beursstraat. Of ja, iedere pand heeft een eigen naam. Kijk eens hier, mooi trapgevels. Schitterende panden. Staat er ook wel uit. Zeker welvaart, welzijn. Met het pand van de baljuw. Dit pand bijvoorbeeld, de Gouden Nagel. Ook een schitterend, niet zo oud, gewoon 1881. Dat valt allemaal nog wel mee. Een blik op het Bellamy Park. Dan gaan we zo. Kijken we de Kerkstraat in. En dan zien we de kerktoren. Rondom de kerk. Ja, nieuwbouw en oudbouw wel een beetje door elkaar. Inmiddels aangekomen op de Oude Markt. En dan zien we hier zo de Jacobskerk en de Jacobstoren. En het is allemaal heel oud. De kerk is 1308, ben begonnen met bouwen. Ja, mooie oude huizen tegen de kerk aan, dat zie je wel vaker. Dit zie je allemaal, middeleeuwse stratenpatronen. In de buurt van de kerk, ja. Lepelstraat, Jacobstraat. Nou, het is niet voor te stellen.
1953 zo hoog als het waterpeil toen stond. Kijk eens, ook in 1906 was het behoorlijk hoog. En dan zien we hier die straat, en dan zie je toch eventjes onvoorstelbaar hoe hoog het water dan gestaan heeft. Overdekt passage. Ja, deze temperatuur is dat echt niet lekker om te lopen. Straatjes om de passage nemen. Het imposante hoofdkantoor, de Koninklijke Maatschappij de Schelde. Plek waar de oude plaatwerkerij gestaan heeft. Schelderwerf. Wat er over is dan. Dan is dit de weg naar en van het station. Het ligt een beetje buiten het centrum. Maar ja, je kan of via het sluisje in de boulevard. Of je kan via het centrum. Kijk, hier is het station.